Zijn excellentie de Sultan van Kutai bracht met het KPM-schip van Goens een bezoek aan Balikpapan. Assistent-resident Van der Harst kwam ter begroeting aan boord, waarna de Sultan de erewacht op de kade inspecteerde. Begaf de sultan zich naar het gedenkteken voor de drie zeelieden die zijn omgekomen aan boord van de mijnenveger de Walcheren toen deze dicht bij Balikpapan op een drijvende mijn liep. Bij het monument werd een krans gelegd, waarna een korte huldiging plaatsvond door marineofficieren en het vorstelijk gezelschap. Het gezelschap vervolgde de hertocht naar de Pasar Malam, waar voor de bevolking sportwedstrijden werden gehouden. Van deze wedstrijden is het klimmen in een ingevette paal altijd een belangrijk onderdeel en deze klimmer zag zijn onderneming snel beloond. Terwijl hij alle prijzen van de paal haalt, wachten beneden gretige handen of hij er niet één laat vallen. Met zoveel pakjes als hij mee kan nemen, laat hij zich naar beneden glijden en voordat hij weet wat er gebeurt, deelt hij hetzelfde lot als het pakje voor hem. Gedurende het vijfdaagse bezoek van de sultan aan Balikpapan nam zijn zoon, de kroonprins van Kutai, enkele officiële plichten voor hem waar en keek belangstellend toe bij een korfbalwedstrijd tussen teams van de Chinese bevolkingsgroep. Aan het slot van de wedstrijd deelde hij de prijzen uit aan de winnaars. De Koninklijke Marine stelde aan zijn excellentie het korvet Tidore beschikbaar, dat hem terugbracht naar zijn woning aan de Mahakan-rivier bij Samarinda. De tocht gaat langs de kolenmijnen en uiteindelijk bereiken de sultan en zijn familie hun indrukwekkende residentie, de Kraton van Tengaron.